De Palestijnse president Abbas is donderdag stevig aan de tand gevoeld door enkele parlementariërs. De voormalig rechterhand van Yasser Arafat is enkele dagen in Nederland dat hem ontvangt als een staatshoofd. Niet alle parlementariërs konden dat waarderen. Ik ga hem in ieder geval een vraag stellen of hij de staat van Israël wil erkennen. Want in zijn eigen manifest van de Fatah, daar staat nog steeds de vernietiging van de staat Israël, artikel 12. Of het bestaansrecht van Israël bedreigd wordt als Hamas samen gaat werken met Fatah. Ik wil hem in elk geval vragen waarom hij het spoor van multilateralisme, dus de twee-staten-benadering, heeft verlaten. En waarom hij nu gaat voor de erkenning van een eigen Palestijnse staat. Dat lijkt mij geen bijdrage aan het vredesproces. Waarom ze graag al in september onafhankelijkheid willen krijgen via de Verenigde Naties? De Kamerleden kregen achter gesloten deuren antwoord op hun vragen. Nou nee, was het maar zo. Ik had volgens mij hele duidelijke vragen. Een vraag was, erkent u straks bij een twee-staat-oplossing de Joodse staat? Hij zegt, nee, dat erken ik niet. Dan moeten ze niet bij mij zijn, maar dan moeten ze bij de VN zijn. Dus dat negeert hij. Ik vraag aan hem, waarom verheerlijkt u geweld door het betalen van terroristen in de gevangenissen van Israël? Of het benoemen van pleinen naar zelfmoordterroristen? Hij zegt, ja, we zijn allemaal terroristen, want ja, we hebben allemaal gestreden voor de vrijheid van Palestina. Dus wat dat er gaat, ik steun alle Palestijnen. Maar hij zegt, ik benoem geen straten of pleinen. Dat doen burgemeesters in bepaalde dorpen op de Westbank. Hij komt bonussen uitbetalen namens de Palestijnse regering aan nabestaanden van terroristen. Dus dat is allemaal weer het dubbele gezicht van Abbas. Ook nu werd er weer gevraagd, erkent u dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog? En daarvan zegt hij, nou ja, er zijn inderdaad Joden vermoord en het kunnen er enkele miljoenen zijn. Maar hij herhaalt niet die 6 miljoen. Sterker nog, in het verleden heeft hij dat zelfs ontkend. Heeft hij het gehad over 890.000 Joden. Dus ja, hij spreekt met verschillende tongen. Ik denk, als hij in het Arabisch spreekt, heeft hij weer een andere taal. En als hij in het Engels spreekt, praat hij ons naar de mond. Ten slotte betalen we 50 miljoen per jaar aan de Palestijnse gebieden. Ik vind het belachelijk veel. En ik kan het ook niet verantwoorden dat dit soort mensen gestimuleerd worden en gefinancierd worden, terwijl ze tegelijkertijd terrorisme en haat zaaien financieren.